Yo homies, what's up? Johnny 13, Erik D op je beeldscherm. We staan hier op het NK in Laax voor de tweede dag. Gisteren hebben we helaas de halfpijp moeten missen. Maar we zijn er weer hoor. We zijn er. We staan bij de halfpijp. Fatou, 1 april. Helemaal geen halfpijp. Ging weer niet door. Jammer hè. Nee, het weer zat ons van een bepaald optiek niet mee. Want we konden niet halfpijpen. We konden wel dundergruurlijk poeder rijden. Want de sneeuw valt als een februari maand uit de lucht. Maar NK 2015 zou NK 2015 niet zijn als we een oplossing zouden zoeken. Want kijk maar mee naar boven. We doen hier de slalom by night. Slalom by night. Wie doet dat? Dat doet Nederland. En de battle is on, dames en heren. De battle van het jaar. Wie krijgt het voor elkaar om als snelste door al die poortjes heen te raggen en de ander de schaduw te laten zien, een poepje te laten ruiken, te gaan als de wind. En wie dat is, laat Johnny 13 jullie nu zien. Check it out. Even, hoe is het vandaag gegaan? Ja, de eerste twee kwalificatieruns waren echt een drama, ik zweer het. Het was echt een gatenbende. En wat maakt het zo moeilijk voor jou? Nou, omdat ik gewoon, ik heb natuurlijk alpineboord. Dus als ik mijn bord op zijn kant zet, dan graaft hij gelijk in, omdat de sneeuw gewoon zo zacht is. En als de eerste run is gewoon zo onwijs moeilijk. Maar in de finales, ja, dan liggen de banks en dan kan ik mijn bord gewoon neerzetten en dan, ja, dan gaat het gewoon super goed. Het zag er super smooth uit. Aan het einde nam je het op tegen Karel. Hoe voelde die concurrentie met Karel? Ja, ik wist dat ik bij de start zou ik iets achter liggen. Maar ik had zoiets van, als ik gewoon daarna mijn ding doe, dan moet het goed komen. En dat kwam uiteindelijk ook gewoon ruimschoots goed, volgens mij. Het heeft zich uitbetaald, hè? Ja. Helemaal goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, man. Hey, dit was Johnny 13, Davy en ik. Peace out. Tot volgende.